Die speurhouding, ja, dat is waarmee ik dan mezelf door het leven sla. Omdat het is eigenlijk, ik vind het mooiste, ja, het is niet iets als de waarheid, maar het is wel een manier waarop je een soort levenshouding waarmee je het beste door het leven slaat. Dat is het eigenlijk. En nieuwsgierigheid is een hele goeie. En zeg maar niet nieuwsgierigheid naar of die maar die naar bed is geweest, maar hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Kinderen hebben dat heel erg. Die vragen, nou, je kent die jongens van 8 of meisjes die de hele tijd maar vragen stellen van hoe zit het nou met de maan en van alles. Dat je denkt, hey, is dat nog een vraag? Ja, dat is inderdaad. Waarom heb ik dat al die tijd voor waar aangenomen? Hoe zit het eigenlijk?